Wil je je handschoentjes? Hoezo gaan we lopen? Doe je handschoentjes aan, doe je handschoentjes, want dan heb je het lekker warm. Maar papa, waarom gaan we lopen? Omdat het koud is. Omdat warm zouden we met de auto voor het kleine stukje. Dan kunnen we Loerot laten en dan gaan we meteen lopen. Toch? Normaal gesproken gaan we met de fiets. Maar nu is de fiets niet zo fijn. Toch? Dus gaan we lekker lopen. Fijne dag. Fijne dag weer met die ijs. Doei mama. Voordat de drukte van de dag begint, ga ik dit moment benutten met jullie samen om de eerste spulletjes die ik besteld heb voor de babykamer en de baby open te maken. Ik heb me echt totaal ingehouden nog, ook omdat ik natuurlijk geen idee heb wat eruit komt. En dan kijk je ook veel minder gericht. Het is allemaal een beetje van ja, dit kan tegen de tijd. Nu moeten we wel een beetje gaan inslaan, anders heb je straks niente. Van lekker, alles genderfree, maar ook weinig kleding. En ook al komt de baby in juni als het mee zit, als het goed is. Dus zal lekker warm zijn. Maar nou, om nou helemaal standje Adam en Eva te gaan op je kind de hele tijd, dat is gekkig. Tuurlijk, hij komt er nude uit en ik ga volledig op de nude kleuren inzetten. Maar we need stuff, we need stuff. En alles is super leuk ingepakt en ik ga hier goed op. Alle vrouwen gaan hier goed op. En we gaan het samen bekijken! Yes! Let's start with this one. Je vergeet altijd wat je bestelt, toch? Je bent altijd helemaal van, wat was het ook alweer? Het is ook een verrassing voor mezelf. Het voelt als iets van, oh ja, washandjes, wat een leukertjes, kijk. Dit brengt ook kleur in de kamer meteen. Aangezien ik alles op nude heb ingezet, nude en aardetinten. En er komt er ook nog zo'n mokka baby uit. Er wordt één groot camouflage print. Dat ik op zoek moet gaan naar mijn eigen kind op de tast. Van het geluid op de geur, want poepluiers. Heel leuk, wat grote washandjes ook. Lekker, voor resse handen zo. Lekker zacht en heel schattig. Heel leuk. Koken mijn eieren? Ik hou ook niet van harde eieren, jongens. Het moet op tijd genoten worden. Ja, vanaf nu 4 minuten. Let's go. Want dan is de salmonella eruit, zeggen ze. Maar dan is hij nog net wel een beetje snotterig. Want daar hou ik van. Ja. Sommige mensen vinden het vies. Ik niet. Deze dan maar. Dit voelt ook als iets zachts. Oh ja, oh ja. Oh, kijk nou voor de kleine babybillen. Oh, oh wat schattig. Oh, ik hou ervan. Oh, ongeacht jongen of meisje. Ik heb ook zo'n broek, toch? Dan kunnen we lekker twinning. Jawel, we gaan dat doen. Oh, ik vind dit heel zoet. Het is maar goed dat ik dit niet eerder heb gedaan, want ik ga helemaal veel te lekker hierop. Vanaf nu weten we allemaal, nu is het ook het hek van de dam. Nu ga ik echt loesoe op het net. Het is ook goed dat de winkels dicht zijn. Dan kan je iets minder jezelf verliezen bij iedere etalage. Oh, dat heb ik nodig. Dat hoeft niet per se. Dat hoeft niet per se. What do we have here? Present. Voor me, mijn bebbe. Het voelt alsof het voor jou is. Voor de kleine natuurlijk. Even kijken hoor. Wat heb ik hier? Is dit dat nachtlampje? Nightlight. Ja. Rechargeable. Silicone. Heel goed om een nachtlampje meteen al te introduceren, vind ik wel. Dat had ik volgens mij niet met Frankie. Die sliep ook echt vreselijk goed meteen naar de eerste week door. Don't be jealous. Maar ik snap het wel als je het bent. Maar dit is volgens mij... Oh, er zit met een accu'tje. Dus dan kan je telkens... Oh, kijk nou. Wat leuk. En jullie vragen je af, is het zacht? Ja, het is zacht. Dus als dit valt op je hoofd, dan ben je nog safe. Heel erg leuk allemaal. Heel, 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 heel. Lekker kleurt het ook samen. En slap. Of course. Lekker. Handig, dit is pas voor na een paar maanden, voor na de eerste hapjes en zo, of bij de eerste hapjes. Maar je kan hem ook verstellen, dus dat is goed. Loe, liefie, oh, je wil ook even kijken, meid? Kijk maar, even ruiken. Ik ga het toch nog allemaal nog schoonmaken. Even kijken wat dit allemaal is. Ja, ik moet je ook betrekken erbij, hè? Je moet ook weten dat... Er verandert niks, hoor, als de baby er is. Ja, waarschijnlijk gaan we... Ja, poepluis voor jou in ieder geval heel erg uit de buurt houden. Want als je al lekker gaat op konijnenkeutels, wil ik niet weten wat je met babypoep doet. Handig, hè, Lou? Ik zie soms ook wel eens, als ik terugkijk naar mijn eigen video's,
Dat het uitvalt als ik praat en eten gelijk. Dat is dus niet de bedoeling. Ik moet dat stoppen, dat weet ik, sorry. Heel even klikkie klikkie aan deze kant. Stop met piepen. Stop met koken. Eitjes afkoelen. Dank u, dank u. Maar is het gek als ik... Ik word wel een beetje maatje choker. Want het is precies dan echt op mijn lijfje. Het kan. Kijk, er is speling. Dit kan wel. Er zijn mensen die het nodig hebben, ook adults. Ik bedoel eigenlijk dus mensen die al geleerd zouden moeten hebben hoe het moet. Het is ook niet de bedoeling dat je stopt met netjes eten, Nienke. Ga maar gewoon een beetje letten op hoe je wil dat je kind het doet. Zo moet je het zelf ook doen. On to the next. Wat was dit ook alweer? Oh, het voelt net zoals met je verjaardag, toch? Want je had helemaal een lijstje doorgegeven van je ouders wat je wilde. En dan zag je als je beneden kwam en dingen waren ingepakt. Ja, daar zit mijn skippiebal in. Dat is mijn kinderwagen. Zo'n vervelend kind was ik. Dat al de lol er af was voor mijn ouders. En ze dachten, oké, nou, pak maar uit dan. Hup, hup, hup. Ontbijt in de school. Want verrassingselementje met zo'n foto van, oh my god, niet verwacht. Die gaan we waarschijnlijk niet kunnen vastleggen. Ik was zo'n kind. Ik weet niet, zesde zintuig of zo. Derde oog. Ik zag door het papier al heen wat het was. Oh, ja, dit had ik, ja. Ja, oh, kijk nou. Oh, wat cute. Kijk, voor de babybad. Wat lekker zacht ook. Heel leuk. En dat zeg ik, jongens en meisjes. Wanneer het een meid is, roze strik in den haar. En wanneer het een jongen is, dan gewoon... Ja, niet, toch? En het hoeft ook niet per se heel duidelijk aangeduid worden. Van, kijk, dit is een meisje of een jongetje. Maar ik wilde wel spulletjes halen waarbij je allebei de kant op kan. En het kan gewoon heel goed met aardetinten. Wat een timing heb jij, baby, dat jij in deze trend wilt komen bij ons. Wat een blessing. We have more. Oh, dit weet ik. Ja, dit was zo lekker. Kijk, dit is een... Het is een kleedje, dus dat kan je lekker doen als je kindje lekker in de kinderwagen kan zo lekker zo stutten. Het ziet er ook heel leuk uit, het is gewoon zo drapeerd zo. Niet op jezelf als smoetsel, kwijl en boerdoek, dat niet. Maar het ziet er gewoon leuk uit als je dit zo drapeert zo in de babykamer. Of je hangt het zo leuk op. Lulu, je bent heel interessant hè liefie, dat snap ik. Wacht maar tot die baby is, die wil je waarschijnlijk de hele tijd helemaal schoon likken. Ja, heel, heel leuk. Goeie kleurtjes ook. Goed weer. Helemaal het ensemble. Ah, oh, beautiful. Lijkt wel zo'n Pinterest-plaatje. Zo van, oh, toevallig past het allemaal samen aan elkaar. Even zachtjes, Lou. Even zachtjes, want je zit met je nagels in mijn kuit. Dat is een beetje pijnlijk. Mama houdt vocht vast, dus ik heb een beetje gevoelige... Ja, boutjes. Even kijken. Dit was... Oh ja, lekker. Altijd leuk. Matcht ook bij de baddoekjes. Voor de kleine frummel, zo erin. Zo lekker in bakenen, zo lekker, oh, body, body, body. Ja, dit vind ik ook altijd leuk. Dit hangt ook altijd leuk op zo'n kapstokje boven de commode. Vind ik ook cutig. Ik had een klein beetje zorg aan mijn hoofd vanochtend. Van veel werk en ik moet echt wel zo door. Ik ben naar kantoor en er gebeurt veel voor mijn gevoel. Met de release van het nieuwe nummer en campagnes die doorlopen, wat ik echt een blessing vind. Maar ik denk ook door mijn hormonen vind ik het pittig in mijn hoofd. Maar dit? Ha, spulletjes? Ha. Het is niet goed dat ik toegeef dat het ontspannend werkt. Dat is namelijk hè, niet per se de bedoeling van... Oh, alleen, ik word alleen rustig als je iets geeft aan mijn nures. Iets van spulletjes. Zo moet je ook weer niet zijn. Oh, de baby's eerste pak. Zal ik dit inpakken? Op welke maat had ik gehaald? Het was een 50, ja, newborn. Zal ik dit als kledijtje doen voor in de tas? Of nee, want ik wilde hier thuis bevallen. Maar just in case, want je moet naar het ziekenhuis, want er is iets. Kijk dan. If life gives you lemonades, what do you do? Make cute baby setje ervan. Lekker stretchy. Want je weet niet toch hoe die taai is van die jongen of die meid. Soms komen baby's eruit dat je denkt, jij hebt echt je best gedaan met alles wat voorbij zwom. Je hebt alles opgegeten. Je bent helemaal losgegaan. Niet erg. Ik voel het wel nog in mijn bekken en in mijn flamouche, want het brandt nog een beetje na. Maar sommige baby's komen er chunky uit, maar sommige baby's komen er ook echt uit als een soort van... Ja, ik wil niet zeggen van die regenwormen die de armen hebben gekregen, maar ze zijn tenger. Frenkie was heel tengere boy. Helemaal goed gekomen nu, halve tarzan gespierd. Maar
Je weet het niet, dus lekker stretchy. Ja, dit gaat erbij. Dit gaat in dat tasje. Want ik wil gewoon hier bevallen. In mijn huiskamer, denk ik. Zo denk ik er al een paar maanden over. Maar dan leg ik dit wel klaar. Dit is de first look. Kom maar, Janke, van geluk. Laatste pakket. Ondertussen had ik ook al dit uitgepakt. Want dat zat in een doorzichtig papiertje. Ik was te gierig. Ah, nee, spin op de grond. Oh, dat gaat echt tegen mijn principes in. Gebeurt heel vaak natuurlijk. En dan zie je moeder altijd dit doen zo met hun mond eroverheen. En enerzijds denk ik, ja, is goed. Maar aan de andere kant denk je echt, je hebt zelf ook nog wel iets van... Toch? Dignity? Ik weet niet. Je doet het voor je kind. Maar kan het ook niet gewoon afgespoeld worden onder de kraan? Moet het per se met je mond? Dus even een discussie. Die moet maar even lekker los. Nee, ik doe het weer. Oh my god. Je moet ze toch nog uitkoken. Klopt, weet ik. Komt helemaal goed. Maar doe maar even in de comments laten weten hoe jullie mama's erover denken. Of papa's. Of als het valt, doe je dan in je mond of doe je gewoon even onder de kraan? Of even in een thee, koffie, cognac, iets met een smaakje afnemen. Last but not least. Oh ja, dat was het. Ik dacht eigenlijk dat het net deze was. Maar dit was een kleed. En dit is een... Kijk. Dit is een soort van koek. Kokon-achtig ding. Daar kan je baby in doen. En dan kan je hem zo lekker zo wrappings. Hieronder kan je dan volgens mij ook... Is dit iets voor een kruik? Denk ik hoor. Dus ruimte hier. En dan kan je je baby zo een beetje zo lekker in zijn mandje. Of waar je, de draagzak, hoe je het ook wil. Draagzak kan niet, want dan moet je jawel, je hebt ook draagzakken waar de bibs en de benen bij elkaar zitten gewoon. Dat zijn van die knoopgevaartes. Dat is gewoon zo'n sjaal. Dat is gewoon afgekeken uit de mensen in Kenia. Doen helemaal zo nu hippig hier in Amsterdam. Nee, dat heb je gezien bij een stam. Dus doe maar rustig. Heel mooi. Ja. Ik ben zo'n mama die haar kind waarschijnlijk al verpest vanaf day one. Met te veel kleding aan. En dit gaat helemaal lekker in dat... doe maar lekker 15 laagjes op mijn kind systeem. Oh, deze. Deze moet er ook nog bij. Deze heb ik ook nog niet laten zien. Dit is de... Nee, dat is niet om je kinderen bang mee te maken. Dit is waar je van die nattige doekjes leuker in verpakt. Zodat het leuker eruit ziet op de commode of waar je het ook hebt liggen in je huis. Want zo'n verpakking van een natte doekenfabriek... is niet zo te kijken. Dat gaat helemaal mis in de aardetinten. En dit is helemaal een matchy-matchy. Oh mijn god, wat vind ik dit cute. Oh my freaking lord. Misschien is dit nog wel cuter. Dat je dit broekje doet met deze top. Of doe je gewoon helemaal print all over. Want je bent meteen al die meid of die boy van... Ik kom fashion op jullie. Oh my god. Oké, ik ga even een linkje waar ik dit vandaan heb allemaal. Want dit willen mensen toch ook. Little Niek. Je zou denken, maar het is nee. Little Niek. Ik doe even een linkje van de beschrijving. Als je namelijk ook op aardetinten bent, je wil alles van die website. Je knalt alles in je mandje en dan kom je bij de kast en denk je, nee, dit was te enthousiast. Ik moet even, heel even kijken hoe ik dit smeer over de verschillende salarissen. Het is ook niet prijzig. Ik vond het niet prijzig. Ik vind baby spulletjes vaak duur, maar ik vond dit leuk. Ik vond dit nog een tweede ronde waard op. Ik ga straks gewoon weer kijken. Misschien hebben ze nieuwe dingetjes. Jawel. Ja, wat een dag. We hebben heerlijk locaties bezocht voor de podcast waar we het willen opnemen. Of in ieder geval bekijken of het potentiële plekjes waren. En we hebben hem gevonden. We hebben de plek gevonden waar we het willen doen. En ik ben heel blij, omdat je in je hoofd een beeld hebt. En ja, het was plaatje. En het was het. Je komt binnen en dit is het. We hebben het gevonden. Begin maart wordt het opgenomen. De bedoeling is het niet heel lang daarna ook te gaan broadcasten. Ik moet even duur uitspreken. Leuk, ik heb er echt zin in. Ik denk dat jullie dit echt wel een toffe podcast gaan vinden. Ik heb er ook wel zin in. Je merkt toch met een podcast als ik uitgenodigd word. Je gaat er echt voor zitten. Je gaat echt even voor het gesprek. Je zit met een theetje. Je denkt er even dieper over na. Ja. Ja.
Ik ben zelf gewoon heel enthousiast. Ik luister dus helemaal geen podcast nog. Moet ik wel gaan doen. Puur om even te weten, wat speelt er? Wat is er leuk? Wat vind ik zelf minder leuk misschien? Zodat ik dat niet ga doen. Dus als jullie zoiets hebben, weet je welke podcast leuk is om te luisteren? Jullie hebben het wel eens gegooid hoor, in de comments. Maar toen was ik niet betrokken. Nu wel. Dus gooi eventjes je favoriete podcast. Want ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te weten wat er speelt. Om niet per se na te apen of inspiratie op te doen. Maar gewoon weten, wat is de hele podcastwereld? Wat is er allemaal? Wat is er dus nog niet? En het, ja, dat vooral. Wat is er nog niet? Dus bonk, deel en let me know. Statief, niks ontgaat jou, hè? Heb je lekker je... Waar is dan die grote? Ging je lekker? Je was een bijzettafel in je hoofd. Hoe was het om al je vrienden weer te zien, Frank? Want dat vind ik altijd wel... We zagen... Real life Matties is altijd leuker dan Zoom. Ja. We zagen Louis. Louis, heb je Louis gezien? Ja, ik heb geen beetje. Ik ken hem alleen groeien en toen hoorde hij niet. Hij hoorde je niet, oké. Okay. Nee, want hij was met ons en hij liep... Louis liep voor ons, zeg maar. Ja. En... Toen zei Frankie, hey Louis! En toen zei hij, oh nee. Ik ben eigenlijk vijand met hem. Je bent vijand? Dat wist je toch? Ja, maar misschien was het alweer bekoeld, jullie vijandelijkheid. Nee, we gaan nooit meer met elkaar. Vragen. Nooit, oké. Okay. Nooit meer van ons leven. Definitief besloten. Ja. Hij zei, phew. Ja. Hij was blij dat hij ergens anders afsloeg. Ja. Mijn god. Ja, ik had geluk. Heerlijk, hè, in je bed. Wat draai je ogen? Nee, maar ik dacht juist... Ik zet die juist uit te schrijven in mijn hoofd. Oh, dat is goed wat ik je geleerd heb. Gedachten met je hoofd, hè. Als je het een beetje spannend vindt, wat denk je eraan? Aan leuke dingen. Leuker. Zeg eens een leuk ding. Wat vind je heel leuk? Dat wij juist naar Dubai gingen. Wat was een geweldige vakantie. Was dat op die en boot? En een bank gingen maken voor de haaien. Ja, papa zei, hier zijn mijn haaien. Dat hebben we wel gelachen, hè? Nou, ik hoor dat niet. Oké, misschien is dat niet de gedachte, maar wat was wel een leuke gedachte? Op die boot. En samen met Ben spelen. En op de scooter. Waterscooter. En dat we lekker op dat opblaasding in het water gingen spelen. En het heerlijke warme water en het zand. Denk maar aan een leuke ding. Dus als je vannacht wakker wordt en denkt... kan ik even naar mijn ouders? Eerst leuke dingen en proberen. Eerst open mijn klok. Ja, kijk op je klok. En draai niet meer aan die klok, maat. Gewoon laat hem nu zoals hij is. Dit is de tijd. En je mag... Oh, die zit bijna erop. Dus ik mag bijna weer. Nee, schat. Je moet zeker nog een 11 uur wachten voordat hij erop staat. 10 uur. Maar slaap lekker. Een mooie droom. En als je het even spannend vindt, dan denk aan leuke dingen. Je hebt genoeg leuke herinneringen. Denk aan het klimmen van je feestje in de bomen. Denk aan het uitlogeren bij je neefjes. Denk aan koekjes bakken met mama. Denk aan alle leuke dingen. Dan komt het helemaal goed, oké, schatje? Slaap lekker. Hou van jou. Hou van jou. Lekkerste kindje. De juiciness, Wesley. Ze beginnen wel het leukste kampvuur, eerlijk. Om te zien. Kan je tegen je kind praten? Jezus. Heb je het opgeschopt weer? Gewoon dit. De zonnegroet. Dat is echt pijnlijk. Voelt niet zo fijn, ik zeg eerlijk. Deze, deze heeft nog een beursje naar mij. Frankie had het veel minder, hè? Veel minder. Frankie had ook wat kleiner. Ik voel het nooit. Maar ik heb me gevoeld. Ja. Ik wil wel gewoon af en toe een stoot geven om het idee te geven. Dus. Ik vind het niet oké dat ze JD zo lang in ongewis hebben gelaten dat die hele Sony al weg is. Snap het niet. Ja, dat is toch kunnen doen, man. Wat voor shock effect. Het is wel een mooie jurk aan. Ze hebben een mooie jurk aan. Het is sowieso een heel mooi meisje, vind ik. Ik met Monica zo overklassen. Monica is altijd zo van, jij bent gekleed voor kampvuur, ik voor de Grammys. Dus, dat je het weet. Kijk dat hoofd van Greg. Je hebt net die beelden gezien. Gehoord.
van de geklets. Kets van zo'n wijfie. Zielig, heel zielig. Is er een mogelijkheid dat jullie uitgekomen? Nee, natuurlijk niet. Dit is klaar, basta. Dit is zo... Dat zou nog kunnen na een tijdje misschien. Ja, je weet het niet, hè? Misschien gratis en met elkaar, dat kan. Maar op dat kampvuur wil je er hoofd gewoon druk in die fik. Ja, man. In een kool. Zo. Mijn god. Weer hoofd grillen. Toch? Dat zou je willen doen. Ja, man, je wil gewoon helemaal. Ik weet ook niet wat de regels zijn, we zaten in een contract van RTL. Mag je wel of niet vermoorden? Is geweld toegestaan? Ik wil gewoon met een tosti gewoon zo. Ja, nee. Monika staat ertussen. Monika, zijn met die jurk van, want anders ga ik op de grill. Ik ga gewoon lekker naar bed. Op deze eerste dag van de brain fart. Leslie zit nog even in de live, of course, van Defano. Het is wel geweldig hoor wat hij doet. Hij heeft superveel geld opgehaald voor die jongen met die ziekte. Het is niet dat ik niet geïnteresseerd ben, maar ik weet even niet meer wat voor ziekte hij heeft. Maar hij was zelf al geld aan het inzamelen en Defano heeft hem echt 3, 4, 5 keer zoveel geld laten ophalen. Het geweldig, zoals ik al eerder zei, de moderne jonge Oprah Winfrey. Echt, wauw. Als Defano niet wordt genomineerd voor een programma, een online programma van het een of het ander, of het nou is, maakt niet uit bij welke organisatie, maar als hij niet genomineerd wordt, dan is er iets mis met onze wereld. Deze man heeft iets opgezet. Hij heeft het al eerder gedaan met een live show van hem. Waar zoveel positieve aandacht naartoe werd getrokken. Hoe hij de jongeren op een bepaalde manier aan het denken wil zetten. Volgens mij stekken. Je geld zoveel mogelijk vasthouden in 1 maand. Hij doet allemaal van die dingen. Die vooral voor jongeren en ook voor mensen die ook wat ouder zijn, maar dat je gaat nadenken, dat je bezig bent met de toekomst en niet de fast life en kijk mij in mijn tasje, terwijl dat je denkt eventjes long term. En ik vind echt dat hij zo'n positieve invloed heeft op kids. Echt geweldig, ook met het FC Avondklok. Dat is gewoon begonnen zodat de mensen die normaal naar vrienden gaan of buiten chillen, wat het ook is dat je doet na 9 en wat nu niet kan of niet mag, dat draait hij helemaal positief om van, we gaan iets tofs doen. Heb je een reden om thuis te blijven? Of in ieder geval, je vindt het leuk om thuis te blijven. En nou, dikke props naar hem. Ik vind echt, hij zou genomineerd moeten worden. Ik word boos als dat niet gebeurt. Boos, echt. In ieder geval, er is nog iets wat ik even wil delen met jullie op het moment. En dat is het volgende. Ik heb die bevalling video gezien van, volgens mij, er staat Shanna, maar je zegt volgens mij Shanna. En Quinten, zo heten ze. Dit zijn, ik weet niet, meegedaan naar volgens mij Temptation of Ex on the Beach. Een reality date online tv gebeuren. Maar bij hun heb ik een beetje het idee van, gaat het goed jongens? Gaat het lekker? Weet je? Ze denken heel anders over relatie. Over het huishouden en de verdeling. En over de vrijheden als ouder. En ik prijs mezelf dan gewoon echt gelukkig. Dat ik denk van, weet je, je moet ook maar geluk hebben. Dat je dan bij je partner erachter komt. Want als je kinderen krijgt, is het een ballgame, hè? Samenwonen, samen op vakantie gaan. Al van die dingen van, even kijken hoe we dat overleven. Als je kinderen krijgt. Niemand bereidt je voor op dat. En je kan als ouder, en zeker als stelletje, ook niet elkaar voorbereiden. Van, we gaan nu wel leuk blijven voor elkaar. We weten het niet. Het is gewoon heel intens. Je leven staat 24/7 helemaal in het teken van het kind en op zijn kop. En hoe is de balans? Us time en me time en slapen en rust. En het is echt een blessing als je thuis zit en je kijkt naar deze video. En je hebt zoiets van, gaat eigenlijk best wel goed bij ons. En ik bedoel, soms dan denk ik wel bij mezelf, je sokken stinken. Maar als dat het is, als dat het is, wauw. Als ik nu een gelovige meid was, zou ik zeggen, ik ga voor ze bidden. Ik neem ze mee in mijn gebed. Maar ik ga gewoon slapen nu. Ik moet mijn telefoon daar laten liggen, want ik ben helemaal losgegaan met babykleertjes. Ja, na vanochtend, toen ik binnen was gekomen, dacht ik, nu kunnen we. Nu heb ik alles al in deze aardetinten. Nu moet ik natuurlijk nog meer aardetinten. Want ik kan je vertellen, er zijn veel verschillende aardetinten.
Ja, nature has many colors. Ha! Dit is toch wel even goud, jongens. Dit is toch even goud. Op dit grote scherm. De meid. Met de nieuwe track. Ja, ja, ja. Lou, hoe vind je het nou, Rembrandtplein? Is het niet zoveel te beleven, hè? Weet je wat het voordeel wel is van zoiets dat hier hangt? Heel veel mensen zullen het zien. Het is toch erg. Dit bruisende plein. Zelfs in de winter stond het hier in het weekend vol met mensen. Korte mouwtjes, sigaretje op het terras. En nu? Nou, ik vind het ook gewoon treurig. Maar ja, het is wel een happy day vandaag, want ik hang hier. Kijk er hoor. Daar is ze. Daar is ze. Oh, het is wel heel snel. Je moet niet knipperen tussendoor. Ja, ja. Het staat erop, snel weer terug in de auto. Je vindt koud. Ja. Handjes weer in de handschoentjes. Maar we maken er wel een grap over, maar het is natuurlijk zuur, hè. Het is... Als je zo doorloopt en er gewoon helemaal niemand loopt. Nee, het is vreselijk. Dan denk je, je staat op een billboard, maar er loopt niemand. Maar hetzelfde geldt voor... Voor die mensen hier die hun tent hier hebben, hun zaak, hun leven, hun passie. Nee, het doet wel pijn. Ik moet zeggen, zon doet wel... Het is een onrealistisch beeld op dit moment. Ja. Het lijkt wel gewoon alsof het elke dag, denk ik, gewoon een zondag 11:00 is of zo, wanneer alles is gesloten. Ja man. Ik denk wel dat er heel veel mensen die hier wonen in de stad wel echt denken, zie je? Ja, dus zo kan het zijn. Nee, maar ja, nee, je gaat hier wonen in de stad, dus dan moet je niet zeuren. Nee, maar, nee, wacht wel. Wat ik al zeg over de toeristen. Ja, maar ja, ik vind het zo dubbel. Het mensen... hoort er toch bij? Ja, je woont in de stad. We willen toch de wereld zien? We gaan toch ook niet klagen als je naar een andere badplaats gaat. Zelf wel alle vakantie. Ja, je gaat zelf ook daar naartoe. Dan zit je ook met je dikke toegezocht. In iemandse stad? Ja, in iemandse stad en heel druk. Iedere avond op hetzelfde terras, want je vindt het zo gezellig daar. Dat moeten die mensen gaan klagen. Ben je nou weer? Met je hele gezin? En je maar ik snap wel, ergens snap ik wel. Ik snap wel het deel dat als het gaat om al die zaken die hier waren, waren puur en alleen nog maar voor toeristen. Ja. En op toeristen gericht en niet zo meer voor Amsterdammers. Kijk, dat snap ik nog wel. Dus ik denk van ja, maar hoofd, wacht even. Wij Amsterdammers moeten ons ook nog wel thuis voelen in onze stad. Dit moet geen pretpark zijn. Klopt. Misschien gaat dat wel gebeuren hierna, omdat er is toch wel iets veranderd in de wereld. Wie weet. Ik hou van mijn stad. Kijk nou. Plaatje is het. Plaatje. Eigenlijk zouden we hier nu helemaal een Instagram fotosessie moeten doen, maar ik moet mijn handen nog in mijn zak houden. Dus. Precies, nou ja. Mooi, licht, weet je. Winterwonderland setting. Nee. Ik ben ook niet. Nee, het gaat er niet om. Maar sinds wanneer hebben we sneeuw en zo mooi weer? Maar we gaan het moment niet benutten. Nee, ik voel het ook aan. We gaan lekker de verwarming aanzetten in de auto. We working. We great. We still have a little bit koude voeten. Terwijl ik heb nieuwe laarzen, jongens. Ik heb nieuwe laarzen waarvan ik echt de hoop had dat ik continu. Dat ik dat nog kan, hè, met die buik daar. Hete tenen zou hebben, want er zou wol, nee, niet zou, ze hebben niet gejokt. Er zit wol op de bodem en in de schacht, zo precies, dat mijn voetje in een wollen sok. Ik voel er niks van, het is gewoon onderkoeld. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met mijzelf en niet met de schoen. Ik heb de hele dag al behoefte aan voedsel, dus ik heb het heel netjes gehouden. Met gezond ontbijten, gezond lunch, maar beschuit, boter en muisjes. En onze nieuwe productiestagiaire heeft roze muisjes gehad. Ik zei nog, heb dat te maken met jouw voorgevoel? Zegt ze, nee, die stond gewoon dichtstbij. Dus dit is gewoon puur wat lekker is. Niet omdat ik iets denk, voel. Ik denk nog steeds team jongen. Oh my god, dit is zo lekker. Oh my god. Gewoon een shotje. Oh. Nu praat ik wel, ik eet bacon. Res, jij wilt toch nog even vertellen aan de kijkertjes? Ja. Dit lijkt me het beste moment. Kan ik even kouwen? Oh, dat voelt heel erg zo van we hebben een boodschap. En mogen we ook even een moment voor Lulu, hoe ze daar zo bij zit? Kom maar bij ons, liefie. Kom maar. Ze ligt lekker. Oké. Okay. Ze komt ook niet. Nee, laten we daar. Jij wou iets vertellen. Ik hoor jullie. Nienke heeft meer rust nodig. Zeggen ze dat? Ja. Ik krijg ook DM's van mensen. Let je wel op Nienke. Zorg ervoor dat ze wel wat rust krijgt. Want ze is nu wat meer... ze wordt meer en meer zwanger. Dat is al. Maar meer en meer tot de eindstreep. En dan wordt het wat zwaarder. Wat lief van jullie. Maar ik zie ook mensen in de comments. Ook op YouTube. Die zeggen van Nienke, zorg wel goed voor jezelf. Ik weet dat jullie hard werken. Maar ook gewoon let op jezelf. En dat jullie dat gevoel hebben. Dat geeft al aan dat wij het gevoel zeker hebben. En al de tijd eerder. Dus wat gaan we doen?
wat jullie willen, doen we. Dus, wij gaan op vakantie. Binnenkort is de voorjaarsvakantie. Dat is dan vanaf 22 tot en met 28 februari. Daar zijn we even lekker weg. Voor het eerst sinds 5 jaar gaan we op vakantie zonder te werken. En dan denken andere mensen, ja, wat, daar is vakantie voor. Klopt, alleen bij ons niet. Want video's gaan door, ook op vakantie. Juist dan heb je de vakantievideo's. Dus voor ons gaat het echt vakantie worden. Dat houdt in dat we helemaal niets gaan doen. We gaan geen Instagram post doen. We gaan geen YouTube video. We gaan wel, laat ik het anders zeggen. Netjes eventjes. Eventjes niet over onoverzichtelijk. Juist. Wij gaan geen Instagram post doen. Wij gaan niet op onze telefoontje zitten. Wij gaan zelfs een oude Nokia telefoon meenemen. Zodat we ook niet de hele tijd op internet zitten. En ook geen appjes ontvangen. Maar alleen gebeld kunnen worden. Hoe gaat het er dan voor jullie uitzien? Heel simpel. Op maandag 22 februari... Je gaat het helemaal uitleggen, echt, dit in detail. Ik weet niet, moet ik dat doen? Ja, wat je wil. Ik dacht dat we een kleine surprise Oké. Er is een surprise. We laten jullie niet in de kou. Want het is al koud genoeg buiten. We zullen wel video's plaatsen. Maar de brain fart, dus hoe we ons dagelijks leven invullen, dat komt wat later. Want we gaan wel filmen dat we in de relax-mode zitten. Maar we gaan dat niet meteen maar in die week dat we weg zijn, komt nog wel gewoon op de maandag een brain fart. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Want we zijn dit weekend ervoor. Maar er komen gewoon heel veel leuke extra video's. Er komen leuke dingen aan. Dus het is sowieso niet dat er geen dingen aankomen. Want ik weet hoe lekker jullie gingen op die... Hoe noem je dat dan? Die test... Die Preggers video. Waarin Nienke ging testen of we een jongetje of een meisje kregen. Nou, verwacht heel veel leuke video's van dit soort dingen. Dat soort content. Juist. Dus niet getreurd. Het is niet stil. We zijn nog steeds daar. Alleen, we verschuiven het eventjes een beetje. En we gaan wel even op vakantie. Ik heb wel het idee. Je hebt het goed uitgelegd. Maar wel lang. Ik dacht het kon beknopter. Maar het is niet erg, je bent... Maar ik vind het wel grappig dat de koningin, die altijd houdt van veel praten en lang... Ik zei ook, ik doe lang praten en niet eens duidelijk. Jij doet duidelijk praten en lang. Maar ik denk dat... Wat wil je dan? Lang praten en onduidelijk of lang en duidelijk? Kort en krachtig. Dat kunnen we geen van beide. Of dat kan ik wel. We hadden ook kunnen zeggen, we gaan er een weekje tussenuit, we gaan even offline. Maar er komen gewoon nog wel video's aan. En wat we filmen, wat we daar doen, komt dan een weekje later. Dit is ook een uitleg. Ja, en wat online komt, plannen we gewoon in... Je gaat ook nog eens weer in detail uitleggen. We hebben mensen die voor ons op de upload-button kunnen drukken. Ja, maar ik hou van duidelijk communiceren. Ja, je houdt van praten. Nee, dat weet ik. Daarom zijn we samen. Dat maakt ons een liefdeskoppel. Ik zie wel dat jij ook een klein beetje moe bent. Ja, maar ik ga nog eventjes een paar dingetjes doen en dan gaan we. Ja, we zijn allebei iedereen eigen auto. Dus ik kan ook Frank halen bij zijn Mattie Meven. Ga dat doen. Oké, girlfriend. Yes? Ondertussen is Loen erbij gekomen, want ze voelde zich al helemaal alleen. Kleine meidie. Dat krijg je veel liefde, hè, hondje? Ja. Lekker die oortjes aan de lucht. Ze zit ook lekker vinden? Ja, vast wel, maar ze zit wel een beetje van doe meer, kijk, harder. Ze doet haar hoofd ook zo. Yeah, I like so much. Oh, this is the right spot, yes. En aan mij likken. Ja, het was niet genegenheid. Dinken. Nee, echt. Het was niet dinken, ik was het. Daarbij komt, je hoeft niet per se te likken. Nee, hij stinkt harder. Zit je lekker te genieten, daar begon de jurs. Met je vader en een plankje en een bosjes. Vind je een mooi liedje, Frank? Ja, hè? Ben je een beetje moe, schat? Mag wel eerlijk zeggen, een beetje toch? Een beetje wel, hè? Het is ook al laat. Oh, babytje. Gesloopt van de week, hè? Zo, lekker veel thermokleding aan, hè? Dat doet ze moeder. Ja, ze zeggen ze luchten in die klas. Ik weet niet of jij het gevoeld hebt, de temperatuur. Staat fris, hè? Was ze nu gaan luchten? Nee. Ja, ik ga het houden. Lekker, hè? Als je opstaat met een wandelingetje buiten. Ik snap dat het misschien een klein beetje fris aan het gezicht voelt, want het vriest nog steeds. Mama? Ik ben benieuwd wanneer ze alles stopt met vriezen. Ja, lieverd? Je zei toen we naar buiten gingen of toen we nog binnen waren, toen zei je, ja, als we klaar zijn met Lulu uitlaten en na eten, dan kan je deze dit doen. Dan ga je, wat heb je met mij, Lulu? Oh, truck, weet je wat we gaan vragen? Je vader is nu bezig met de auto wassen.
Misschien moeten we vragen of hij eventjes deze batterij meeneemt vanuit de supermarkt als hij terugkomt. Is dat misschien een idee? Wat zeg je ervan? Deze is echt cool, hè? Ja, precies. Heel cool. Maar het is heel cool als wij zeg maar, niet meer naar buiten hoeven en je vader laat de batterijen. Dus pak jij even de schroevendraaier. Gaan we even openmaken welke batterijen erin zitten. En dan zo, weet je, systematisch nadenken. Ontbijt nu ook. Best wel een beetje een soort van planning. Ik moet om 12 uur première. Daarna ga ik trainen. Jij gaat naar je neefie en je nichtje spelen. En ik moet beginnen gewoon met eten drinken. Dat is de motor van het lijf. Sorry, brandstof van het lijf. Kijk eens, oh lekker. Ik weet dat je plastic bakjes minder chic dan aardewerk. Wat is het? Huh? Attitude? Wat? Huh? Gevonden? Lekker, pikkemoos. Oh. Lulu, de eten ruik je, ja. Nou, zij hebben geen oren naar. Mijn schoonmoeder heeft vorige keer iets laten vallen op Lulu de bakje, dus. Ze is van leven op stand gegaan naar een beetje, ja, die campinglijf met de plastic. Heb je hem? Past die? Lekker, let's go dan. Doe maar deze. Die doen? Ik heb jouw kracht nodig. Mijn kracht nodig? Mijn kracht. En dan moet je ook zo. Ja, wat ik zie. Ik wil liever een grotere. Liever dat je iets groter erin. Want hoe groter, hoe minder je het schroefje doordraait. Want ik weet hoe dat gegaan is. Dit heb ik zelf met oma Jet opengemaakt. Ja. En oma Jet heb ik het kapot hard voor. Ja, maar dan heb je het zeg maar kapot hard gemaakt. Maar zo hard dat het ook kapot is gegaan. Nee, dat is niet waar. Jawel, want je kan hem niet meer opendraaien. Jullie hebben het hele schroefje doorgedraaid. Maar trouwens, die moet ik helemaal niet openmaken. Wat zit ik nou met het verkeerde gat te poeren, man? Jezus. Lijkt wel een jongen op een bal. Na iets te veel briesers. Even kijken. Schoolbal. Universiteit. Zo, misschien heb ik er een beetje te veel gember in gedaan, hè? Zou een lekkere koude koffie heb ik, hè? Oh, jij hebt een lekkere koude koffie, denk je dat? Frenkie, die heeft een kleine fascinatie voor koffie. ik denk dat alle kinderen dat hebben. Oeh, interessant. Grote mensen denken koffie. En dan zien ze chocomel en dan is het van, oeh, dit is mijn koffie. Dus jij hebt nu Nesquik. Talking about nostalgie, jongens. Way, way back. Is dat ook? Jij hebt nu Nesquik, dat poedertje, waar we dus samen met de havermelk... Ik wou dat er kinderkoffie bestond. Ik vind dat dit omge... Ja, dit is dus vanaf nu is dit dus kinderkoffie. Oeh, maar wel lekker koffie. Lekker toch? Even een bakkie. Dat vinden ze interessant, gewoon een bakkie nog. En ik ga vandaag juist knoopjes doen met mijn haar. Knoopjes? Dat klinkt als wel iets wat moeilijk los te maken is. Je bedoelt vlechtjes. Ja, vlechtjes. Echt niet hilarisch, hè. Echt hilarisch. We zijn dus de bovenkant aan het kweken, om het extra lang te laten. De man bun lukt nu. De man bun is nu een feit. Al moet ik wel zeggen, ja, het is ook niet een kapper waar je nooit gaat natuurlijk. Zo met zo'n shoot. Dus dit één kant hier een beetje zo korter gedaan. Ik ging een klein beetje van, oeh, ha. Maar haar groeit aan. Zo zeg ik altijd maar. Haar groeit aan. Dus we gaan gewoon straks proberen de Chris Brown look te doen. Met een paar vlechten. Proberen kan je leren, maat. Zo is het maar. Echte brada. Echte brada. Essagbe. Welke taal is dat? Italiaans is dat? Ja of nee? Nee. Wat dan? Hoe dan? Ik denk dat het Marokkaans is. Of het is het gewoon straattaal, maar wel, het komt wel van het Marokkaans af. Dat is sowieso straattaal. Ja, maar wel Marokkaans straattaal. Dus... Helemaal niet brada. Oké, okay. Back with the brada. Aftellen is begonnen, Frenkie. Aftellen is begonnen. Zullen we hartjes in de chat doen? Hartjes in de chat. Hey, jij mag. Je ziet waar het hartje is, toch? Bonk, bonk veel. Yes, bonk het! Goed zo, liefie. En dan zeggen we, dit is FD. Kijk, hoeveel seconden nog? Half minuutje nog, Frenkie. Half minuutje. Seconde. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
Laat me raden. Wie is dat? Dat ben ik. Dat ben jij toen je baby was. Dat ben ik. Ah. Kijk eens, papa. Lucky number 7. Mama, toen ze baby was. Wat lach jij? Kijk, tante Annemarie. Kijk, met opa Pieter. Zo leuk om te zien, schat. Kijk hoe jong mama was. Ja, ik was op vakantie daar, hoor. Mooi, schat. People digging the song. People digging it. Oh, kijk al die hartjes ogen. Ik kan het zelf ook janken weer. Wie komt daar? Wie komt hier? Ja, kijk, dat kleine prins. Dat ben ik. Ik zeg ja voor altijd. En ik draai. Ik wist nog wel toen ik klein was en toen ging ik juist met papa samen poepen. Oh ja. Toen ging ik juist in mijn klein toiletje poepen. Klein toiletje en toen mocht ik ook een keertje juist in jullie toilet. Toen ik cool. Goed gescoord man, deze schaantjes. Ja man. De rest die dacht ik ga gewoon even kijken op het net wat ik kan vinden op Marktplaats. Vindt hij gewoon... Maat 31 tot 34. En het was best wel een zoektocht. Ja, een zoektocht. Oh, sorry. En het was best wel een zoektocht, want ik was eerst... Ik heb 4 verschillende advertenties gevonden in Amsterdam, maar dat is ook best wel moeilijk. Verkocht. Ja. Toen Jaap Edehal langsgereden, uitverkocht in zijn maat. En toen dacht ik nog een keer Marktplaats en toen had ik Edge gevonden. Maar hoe cool, ik wist helemaal niet dat je schaatsen had die zeg maar maat te verstellen waren. Dus je kan nog hier nog echt wel heel lang mee. En ook meteen Noren, dus voor lange afstand. Mocht je echt, hè? Noren, ja. Ik wist niet, ik heb nooit geschaatst. Ja, je hebt nooit geschaatst, dus dan ga je meteen voor. Ik ben verlegen, ik doe het niet. Heb je handschoenen mee? Ik ben echt verlegen. Succes, Frenkie. Eerste keer schaatsen. Heel veel succes. Goed luisteren naar je oom en tante, hè. Blijf in de buurt. Niet in je eentje gaan, richting een bak en zo. Oh. Vind je moeder dood heen, kan ik je vertellen. Liever met jouw auto, dit soort goed. Oh, omdat er viezigheid in komt, hè? Oh, je bent zo zuinig met die auto van je. Grootste vervuiler van mijn auto. Grootste vervuiler, maar is echt. Je moet ook nooit een keer zeggen, hier, wil je een cracker? Heb je trek? Wil je een evergreen? Ligt, 80% ligt op de stoel. Tot zo. Frenkie? Veel plezier. Let goed op jezelf. Luister naar je tante en oom, blijf bij elkaar. Doei mama, doei Lulu. We love you. Ja. Oh, mijn moederhart. Ik zou natuurlijk zelf gewoon meegaan schaatsen als ik niet een baby droeg. Want Wesley zegt, jij gaat niet schaatsen vriendin. Eén keer vallen op je buik en het is niet goed. Nee, dat klopt. En ik moet ook dingen doen, maar ik vind het zo... Oh. Ik heb te veel filmpjes al gezien van mensen die door het ijs zijn gezakt, jongens. Dus, ik ga niet nu... oom en tante een bericht sturen van... Het zijn de ouders van Lennox. Weet je nog? Het hilarische jongetje wat laatst bij ons bleef slapen. Oh, wat een figuur. Het is zo'n hilarisch kind. Daar gaat hij mee schaatsen. Ik ga nu niet die mensen appen van pas je goed op mijn kind. Want dat doen ze. Ze hebben er zelf 3. En ze doen het nog steeds, die kinderen. Dus ze hebben, ja, tot nu toe het goed gedaan met hun eigen kinderen. Dus je moet het loslaten. Je moet vertrouwen hebben dat het goed komt dan ook. Maar ik vind dat wel spannend. Steek je hand omhoog als je deze spanning kent. Omdat je kind ging voor het eerst mee naar een pretpark, ook zoiets. Of je kind gaat voor het eerst zwemmen met andere mensen mee. Ja, we gaan leuk naar de Twisk. Of we gaan leuk naar dit zwembad. Mag je mee? En dan denk je echt, dat betekent dus dat ik niet zelf zicht heb op mijn kind bij water. En het is niet dat je andere mensen niet vertrouwt, maar je vindt dat gewoon spannend. Ik steek al mijn handen op. Voor dit moment. Ik vind dat gewoon spannend. En nu ik zwanger ben, voel ik aan mijn hele lijf. En ik vind heel veel dingen nu spannend. Maar ik ga het loslaten. Ik ga het loslaten en ik heb vertrouwen. Ik heb gewoon vertrouwen in het leven. Have faith. Dat is echt. Vertrouw dat alles goed komt. Trek het aan. Trek ook even wat anders aan. Ik loop de hele tijd in die crème pakken. En ik weet dat ze leuk zijn. Maar dit is het enige wat ik nog maar draag. Trek iets anders aan, liefie. Dus toen je Josiah niet ging voeden, had je ook zulke bombellen. Ja. Ja, dus dat zeg ik, dit is het begin hoor. Het is een kinderprogramma, hè? Het is een kinderprogramma. We zijn bij Sepp, jongens. Ik ga zingen, maar misschien... Het is dat die kinderen niet live kunnen kijken. Je moet gewoon een beetje omhoog. Een beetje omhoog, inderdaad. Ja, zo is goed.
en dit open laten vallen. Want zo is het in één keer zo van, ik wil verbloemen dat ik het dat ben. Dat je zwanger bent. Ik ben nee, het. Nee, dat is goed. Kijk, jawel, ik vind dit leuk. Ja, leuker. Beter. Ja. Dat is hoe jij je dieet doet? Je kijkt een beetje naar een beetje weg. Geen wit brood, maar wel een appelflap. Ja, ja. Het werkt. Wat extra water. Ja, gaat goed. Oh, ik denk wat ik er nou te doen. Dat is helemaal afgeleid. En dat zijn die pillen. Ja, het zijn die pillen. Even lekker mijn knijter hier bij de sappenlijf. Wat is er vol? 500 milligram. Hier mag je 1 of 2 van. Als er 2 doet, is het meteen te grof, hè? Ja, ik neem het nooit. Je mag gewoon een paar even mooi. Ja, maar ook 2 stuks. Ja. Wild preggers. Jij bent hier de verzorgende. Ik ben verpleegkundige. Verpleegkundige. Dat is hoger dan verzorger, hè? Oké. Okay. Ja, geen plan, hè? Wel gradatie. Ik ga het voor de zekerheid even opzoeken. Ja, je wil niet in één keer zo'n plater slaan. Nee. Ik pak hem wel alvast. Preggers, meid. Af en toe een keer een paracetamol tijdens de zwangerschap is niet erg. Nou, je mag 3000 milligram per dag. Oh, nou, ik kan mijn lol niet op. Dat zijn 6 tabletten. Hey, ik sta ziet, en het is nu nog een beetje druk, maar straks gaan alle sterren hier voorbij, dus... Ja, Nienke, je bent in de studio, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Goed, hoe gaat het aan? Ga je iets speciaals doen morgen? Ben jij een beetje romantisch? Nee, ik ben er niet. Ik vind het heel erg dat ik er niet ben, maar ik ben niet zo romantisch. Leslie is wel de meest romantisch van ons twee. Ik zou zeggen, is dit het moment? Take it away. Yeah. Take it away. We gaan luisteren naar Nienke Plas. Daar komt ie dan. Het wordt echt een feestje, heb ik begrepen. Voor de grap, voel even. Dit, Frankie, is een verzwaringsdeken. Verzwaringsdeken. Wat saai. Saai, hè? Ja, precies. Je wordt er bijna al slaperig van als je erover praat gewoon. Oké. Okay. Ja, dit werkt al meteen. Lekker ding, lekker slapen. Hoe voelt het? Zo op je... Zwaar. Ja, dat is ook wel het doel. Ik heb alle cursussen gehaald. Ik wil even dit volledig in de testfase vanavond. Ja, je bescherming. Natuurlijk, om je heen. Lekker ding. Slaap lekker. Papa, mama en tante Jennifer zijn beneden. We love you. En ik vind het niet lekker. Nee, even wennen. Komt helemaal goed. Oké, schat? Ik wil dit maar 1 dag houden. Nou, als je heel goed slaapt, dan ga je morgen zeggen misschien toch 2 nachtjes. Moxie? Alessie. Alessie is de rijst en de moxie is het vlees. Nee. Een moxie is gewoon mengelmoes. Mengel. Oh ja, want mitty is vlees. Moxie, mitty. Jeetje, nou. Goed. Zo. Dit moet je echt niet eten, hè? Wat eet je nou met die knarsjes? Ik vreet dat wel. Ja, dat weet dat ik. Dat merg. Jij eet helemaal eraf. Ja. Jij kluist helemaal eraf. Dat vind jij dus... Wat vind jij dus? Ik eet gewoon de knars niet. Maar je weet wel dat heel veel mensen het wel ook eten. Ja, zeker, zeker. Nou ja. Jij kookt surinaams, ik eet het surinaams. Precies. Jij zuigt aan het merg en de bot. Nee, dat doe ik dan weer niet. Dat vind ik gewoon weer raar. Ik zie Henna dat soms doen en dan echt keizer. Ja. En dan zegt ze ook, je moet het de smaak eruit sabbelen en dan het uitspugen. Ja, nee. Ik vind dat... Ik vind mezelf wel een chique eten en dan wordt het helemaal een ransfeest. Verstijn. Nee, ik vind het niks. Jennifer heeft gekookt en ze heeft me iedere stap toegelicht. Er is een kans dat ik het ga proberen. Er is natuurlijk ook een kans dat ik het vernachel. Ja. Ja, die kans is er altijd. Maar ja, vorige keer heb ik jouw pasta die iedereen zag online. Want ik had het gedeeld met de mensen. Maar kijk, gaan lekkere pasta. En zijn mensen, oh, mag ik het recept? Ja. Dus ja, ik moet wel zeggen, dat is echt super makkelijk, die pasta. Klopt. Maar de lekkerste pasta's zijn ook met weinig ingrediënten. Ah. Dat is gewoon, dat is zo. Ja. Ik kan jou vertellen, het is echt inspirerend. Want jij houdt van koken, je vindt het leuk. Je kan het. Ja, klopt. En je doet ook allerlei keukens. Ja. Ja. Ook maar leuk. Kook je meer zuur? Stamppot. Ja, doe je ook. Vind ik ook leuk. Ja, je hebt wel hetzelfde als ik doe.
vreet gewoon met je eten in je mond. Praat. Praat. Ja, doe ik ook. Ja, dat ik krijg altijd heel veel commentaar dat het niet oké is, maar ik... Erg, hè? Nou ja, het kan toch gewoon tegelijk? Ja, tenzij het als je maar niet... Precies. Ja, je moet soms wel genoeg kauwen. Het ligt er aan hoeveel kou momenten heb je gehad. Ook met hoeveel passie je vertelt. Dat is het ook. Ja, dat is waar. Als je lange tanden hebt, dan blokt het. Het gaat wel eens verkeerd. Zeg ik eerlijk. Ja, oh, sorry. Het is lelijk als je met iemand eet en... Op iemand bord zo. Op zijn hand. En dat zie je dan wel eens. Denk je, oh, voel het niet. En dan zie je geen echt zo langzaam met het handje zo. Nee, maar je stamppot heb je ook gedaan? Ja, nee, daar ben je ook goed in. Ja, nee, je bent eigenlijk... Ik vind het allemaal leuk. Je kookt heel goed, ja. Nee. Ja. Ik heb het nooit opgepakt. Maar ja, weet je. Het is niet erg. Ja, ik ben er gewoon van. Je vindt het leuk. Je kan het goed. En... Maar het zit er gewoon niet in. Nee. Ze hebben nooit ingezeten. Nee, mijn ouders hebben nooit gezegd, kijk eens mee. Nee, en naast dat, toen ik het ook deed, dacht je ook niet, ik ga het doen. Nee, totaal niet. Of, toen stond je er heel vaak bij. Ja, klopt. Dat soort assistent. Ik zei, ik was... Of ik was er gewoon bij, ik kletste gewoon. Afwassen. Jawel, nee, ik gaf je wel klusjes, dat wel. Ja. Maar ik had ook liever niet dat je iets ging snijden, dat vind ik ook niet prettig. Oh, dat is nooit goed. Ja, doe maar niet. Ik mocht wel een paar keer soms wat snijden en dan zei ze al, als het op bord lag, zei ze... Dit zijn dus echt gewoon veel te grote stukken, Nienke. Dit eet niet lekker. Ik dacht, ik heb een beetje zoek het uit, dat doe ik gewoon niet. Nee, doe het liever gewoon allemaal alleen. Ja, je bent er echt props voor jouw hulde. Nou, ik vind het ook leuk. Ja, dat vind ik vooral, dat ik denk, hoe kan je dat ontwikkelen? Plezier heb ik ook. Nee. Of jij het leuk vindt of niet. Dan vond je het leuk toen je 16 was, 17? Ja. Oh, oké. Ik vond het altijd wel leuk. Ja. Maar goed, misschien is het verschil dat bij mij thuis wel heel veel werd gekookt. Hey, ho, er werd bij ons ook gekookt. Ja, nee. Vraag me niet hoe. Alles maar met één pan. Eén pansgerechten. Met dat één pansgerechten. En dus, toen mijn moeder nog met Simon was, Simon, die zien nu iets uit, maar dat is zeg maar mijn stiefvader. En die heb ik vanaf dat ik 5 ben in mijn leven gehad. Simon had een fase dat hij alles in de wok knalde. Ja, en alles. En ook die Duitse hamblokken uit blik. Maar ook al denk je, dat kan niet in een wok, zoals stamppot, in een wok. In een wok. Uit de wok. Hij rolde alles ging hij draaien in die wok. Mm-hmm. Klopt. En ik, als je niet anders gewend bent, denk je, kijk ze nou lekker exotisch bezig zijn. En dan kom ik bij jou en dacht ik echt, zo doe je dat, alles apart. Je hebt verschillende pannen. Wacht even. Ho. Dan gaat of jullie doen heel veel overdreven werk, of bij mij thuis is het gewoon gek. Ja, joh. Ja. En ook toen al, mijn moeder zat met haar wijntje erbij. Hoe het gemaakt werd. Ja, die had ook geen interesse ervoor. Ja, totaal niet, nee. Nee. Goedemorgen, Valentijn hondje. Lekker, hè? Lekker, Valentijn. Laat me nog eens zien. En kijk op. Deze. Oh, yes. Bent, baby. Hey, papa, doe nog een keer. Hoezo? Maar ik kan ook liggen. Doe nog een keer. Omhoog. Doe nou. Aan. Ja, omhoog. Kijk, als je het zo doet. Ja, nee. Dat. Wat gebeurt hier? Ik zie een struggle. Oké, ja. Een soort... En daar. Hey. Crash. Mag ik het openmaken? Ja, doe. Woe! Oh, je gaat er meteen voor. Wil jij het voorlezen? Of moet ik het doen? Ja. Happy Valentine, kan je opnieuw... Happy Valentine kan je van me. Inmiddels al 14 jaar bij elkaar en nog steeds ben je mijn Valentijn. Love you. Res NFD. Zo lief. Wat heb ik het gemaakt? Ja. Oh, jij hebt het opgemaakt. Maar in de avond helemaal. En toen was ik aan het slapen. Frenkie Dien, jij hebt me toen geholpen. Ik vroeg aan je Frenkie Dien wat ze wilde schrijven. Toen heb je dit gezegd. Toen zeg ik, goeie mooie tekst. Helemaal. Ben je vergeten? Maakt niet uit. Dat is echt niet waar, man. Ze bent een schat. Ik heb een bord broodje gaan halen. Yummy. Heeft ze dit nou roze gemaakt, het broodje? Van de liefde. Ja. Cute. Met mij ook. En papa ook. Weet je al hoe je in Surinaam zegt, ik hou van je? Wacht even dat ik je moet. Jawel.
Milo. Oké, dus je weet het wel. Is je andere hand boven tafel, vriendje? Wil je het nu ook leren... Hey papa, niet dit doen. Ja, heel graag. Je enkels. Wil je het nu ook leren in het Indonesisch? Oké, die is wel wat langer. Mi lobby you is... Mi lobby you is ik hou van jou. Dat is in het Surinaams. Nu in het Maleis, in het Indonesisch. Aku. Aku. Cinta. Cinta. Padamu. Padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Ja, probeer. Aku. Aku. Cinta. Cinta. Aku cinta. Aku cinta. Padamu. Padamu. Akacinta padamu. Goed zo! Akacinta padamu. Je mag gewoon heel vaak zeggen. Akacinta padamu. Nee. Akucinta. Akucinta. Panda. Panda. Pandamu. Niet panda. Ik hou van panda's. Nee, padamu. Pandamu. Maar ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Acinta wel, Aku ook. Padamu, ik weet niet of de klemtoon goed zit. Ik wil bijna zeggen, je moet de hulplijn inschakelen. Maar wie? Ja, ik kan Leonardo, die weet het wel. Corona, dat ik papa, corona. Maar ik probeer gewoon ook meer die Indonesische woordjes erin te krijgen. Ja. Is goed. Niet bij mij. Ja, bij jou ja. In je kopje. Echt hilarisch. Dat kan ook. Ja. Dit is wel het beste stukje. Go, Frankie. Probeer hier naartoe. Let op mijn voeten, Frankie. Doe me na. Zegt hij nou, laat me los. Niet optillen, gewoon glijden. Alleen glijden. Mama, de voeten komen ook niet van de... Ik doe veilig hoor, jongens. Ik doe veilig. Veiligheid voorop. Maar ik moet wel uitlegging, toch? Zie hoe mama doet. Kijk, mama. Ja, het gaat goed. Frankie is een ijstalent. Ja, ga maar naar Bria. Ga maar naar Briana. Ga maar naar Bria. Nee. Doe eens rustig. Doe eens normaal. Ik hoor. Doe jij een trucje, Bobo? Mijn god, je bent houterig. Laat me even inkopen. Jeetje, oh. Ik zie de souflesse, net als een skileren. Ook voor jou doodeng. Gaat lekker, Frank. Goed zo. Heel goed. Dit water is zo vergorisch, je kan niet eens meer doorheen kijken. Doe je voeten weer recht naast elkaar. Ja, en dan ga je weer, ja? Ga je weer die houding aannemen. Kijk naar Bia. Zie je, een beetje glijden. Oh ja, je moet ook naar voren kijken, ja. Een beetje. Ik ben Frank. Niet lopen. Zie je, zo zou ik doen. Serieus. Niet lopen. Ik ben Frank. En je had daar moeten meenemen als stoel. Ja, dan sluit je dat. Ja. Zo verleden vroeger ook, ja. Ja. Ging het lekker aan? Kijk eens, de improvement, jongens. 12 minuten op de ijs en je ziet het. Je doet je best, jongen, je doet je best. Easy. Kijken. Ja, maar kijk ook. Focus blijven, zie je het testje, niet focus, dan val je. Nee. Ik ga stoppen op een commentaar Frenkie heeft op jou, terwijl hij staat op schaatsen. Frenkie, echt heel goed zo. Maar nee, je doet het, je doet het. Meegroot. Yay. Wat val je gewoon op? Oh. Ik ga stuk van dit. Ja, je doet je best, jongen. Vallen en opstaan. Want je gaat sowieso een keer wel vallen, hè? Oké, lekker. Leuk vooruitzicht. Nee, maar ja, het is vallen en opstaan, toch? Ja, toe. Of ik kan gaan liggen? Nee, maar Frenkie, heel goed dat je toch al doet zo. Goed zo, Frenkie. Je doet het. Easy. Wow. Oh, is niet erg. Ah, lekker landing wel. Oh, ik wil zo graag. Maar het is beter van niet. Valgevaar. Maar ik kan dingen hoor. Ik kan pirouetjes. In mijn hoofd draai ik heel zielig. Maar het ziet er een klein beetje zo spastisch uit. Maar ja. Volgend jaar ben ik ook hier. Met nog een kleintje op een dus met een slee. Ja, inshallah. Deze jongen die wil gewoon. Hij stopt niet. Hij zegt dat laat me maar los, jongens. I can do it myself. Lekker, Frankie. Hey. Ik zet je op schaatsen, man. Trek je zo weg met het voetbal. Lekker, jongen. Hoppakee. Ja.
Je doet het zo goed! Die vaten, ja. Ga sneller! Wow. Hij doet het helemaal alleen, zonder hulp. Dan kan je een beetje vaart maken. Even vaart maken, Frankie. Gaat het lukken? Je hebt nog 10 seconden te gaan, Frankie. Je doet het, jongen, je doet het. Glijden, glijden, jongen, glijden. Oké, je hebt even mogen oefenen. Ik verwacht nu echt een dancing on ice achter iets. Oké, wat gaat ze doen? Oké, dat was een armzwaai. Precies, mooi opgelost. Mooi opgelost. Ja. Voetje. Wee, strakke beweging. Woehoe, armen. Toevallig, armen. Juist. Hoe gaat dit? Oké. Sierlijk. Wauw. Mikado. Oh, wauw, als een zwaan. Oh, ik wil niet lullig doen, maar het kind daar gaat onderuit. En daar gaat hij. Frankie Dean Stewart. Glijden. Ja, mooi man. Je doet het. Ik vind het echt heel knap hoor. Van waar we begonnen? Zo. Kijk hem. Hongerig. Een klein beetje insecure, maar ze gaat ook. Ze gaat. En die lange ledematen van jou, Brianna. Ja, je kan ook via die kant. Je bent ook sterk genoeg, dat klopt. Frank, eventjes deze knopjes aan de kant. Waar is je... Oh, hier. Je lavendelgeur dingetje. Ja. Misschien kan ik het wel nog wel laten. Spierballetjes. We hadden het al van lavendelgeur en het gaat in één keer naar de muscles. En terug. Kijk maar even, jongens. Oh, meneertje drukt op. Iedere dag meer dan 5 keer. Ik wil gewoon mijn spierballetjes dikker worden. Gezond en fit zijn, dat komt helemaal goed. Ik wil het niet meer goed worden. Daar doe je het voor? Oké. En als ik bang ben, als ik kom zo... Ik doe dit voor je. Ik doe dit voor... Oh, voor de bescherming kan jij ze dan. Oh, god. Oh. Dan heb ik ook een nerve meisje. Zo. Oh, je hebt nerve meisjes. Nerve voor de meisjes. Oh, wauw. En dan ook echt een lege... Maar we waren nog een paar weken geleden. Was het echt meisjes niks van horen. En nu is het voor de meisjes opeens. Er is veel gebeurd met je laatste weken. Sneeuw is gevallen en meteen een andere boy. Hey, Maus. Jij bent echt een jongen. Jij bent ook 6 jaar. Jouw beste vriend is mij. Als deze stuk gaat, ga jij hem naaien. Als deze stuk gaat, ja, dan ga ik hem zeker naaien. Ga je hiermee slapen tot je 16e, 18e, 20e? Misschien tot dood. Oh, jee. Misschien heel lang ga ik hem houden. Ik ga hem echt. Ik ga hem misschien wel tot de dood laten. En als je een vriendinnetje krijgt en ze zegt, oh my god, de knuffel kan nu echt weg. Wat zeg jij dan? En zeg nee hoor. Deze heb ik, vind ik echt leuk. Als jij niet om veel liefde horen, ga ik ook niet. Dan heb ik alleen maar lekkere mijn vrienden en mijn vrienden. Ze kunnen ze ook even bij mij een dagje logeren. Ja, wat boeit mij? Dat gaat dan weg uit mijn leven. Oh, wauw. Oké. We hebben vannacht geslapen. Nou, ik kan jullie vertellen, jongens. Best lekker. De hele nacht door. Meneertje lag erin, iets over 9. Want het was weekend, dus het mocht, het had geen voetbal. En om 6:30 komt hij bij ons in de kamer en wij zeiden, ga nog even naar je bed. En toen ging hij naar zijn bed en ik had zelf een beetje een nachtmerrie over Frankie Dean. Dat was heel spannend allemaal. En ik was jou en Jace was ik op het strand ergens kwijt. En tante Jennifer en ik waren aan het zoeken. En toen werd ik wakker en toen dacht ik, ik ga ook in jouw bed. En toen ben ik bij jou in bed gekomen en toen heb ik geslapen onder deze die verzwaringsdeken. En het lag lekker. We gaan het weer zien. Als het vannacht weer zo goed gaat, kunnen we concluderen. De verzwaringsdeken is een... Geen toppie, wel een toppie. Echt niet hilarisch. Wesley, ben je klaar voor het ontwerp van onze meubel? Nee, mijn kind is 2 's nachts. Eventjes, gewoon een kleine piepshow. Dat wil ik wel. Ga staan, dan kleren uit, piepen. Nou, je weet hoe het eruit ziet. Je hebt het net gezien. Je zei, god, dan ben je wit. Ja, wit en rond. Heerlijk, toch? Niks meer zo. Oké, jongens, dit is het ontwerp. Dit is wat we krijgen. Hier zit dan eigenlijk dit lelijke ding in. Dat gaat dan zo naar beneden. Dan komt er een klein openingetje voor een nisje. Hij wordt iets breder dan het bed. Dat je nog zeg maar ruimte hebt om iets op te hangen als iets van verlichting. Ik heb dit bij de way zelf net even getekend. En dit zijn nachtkastjes. Ik heb nog geen idee welke vorm, welke maat. Maar dat is even een idee.
deze wil ik dus in die kleur die we laatst bespraken. Ik zag wat mensen die zeiden dit is Night Blue. Het staat gewoon een kleur. Er staat gewoon een naam bij. Oceaan Blauw. Maar dan echt precies niet geschreven zoals hoe wij het kennen. Maar dan deze kleur. Hij is blauwiger daar, maar hij is hier groeniger. Maar ik vraag me dus af. Oh, even naar boven komen, dit live. Waar is die pen? Ja, hier. Stel je doet dat Oceaan Blauw. Laat je dit dan dezelfde kleur van de wand zoals we het nu hebben? Een beetje die taupe. Dit, dat soort aardetint. Of zeg je nee? Dan moet je helemaal anders gaan. Doe zoiets als dit. Dat het zo'n beetje icy wordt en zo blauw. Weet je wat mij namelijk heel tof leek? Om dan... Kijk, dus dit wordt dan het, zeg maar het bedmeubel. In dat ocean blauw, dat donkere. Dan dacht ik hier misschien iets van gouden lampjes op te hangen. Een koel houten met ja, weet ik veel, metaalachtig goud. Ja, accent. Hier komt een raster voor. Het is RVS kleur. Wat is het? Zilverkleurig. Maar die spuiten we dan even op brons of goud. Gewoon voor de leuk dat het warmer wordt. Maar dan heb je die warme goudtint. En hier dat blauwe koele. Maar dan leek het me dus heel tof. Om in één keer shebang. Een half rondje spiegel hier te doen. En ook aan die kant hetzelfde. Zo. Dat je zo... Maar ik heb dus begrepen dat home interior mensen hier naar kijken. Geef even je feedback. Is dat een slim idee? Wat moet ik hier aan de zijkant doen? Ik wil graag spiegels in mijn kamer. Ik weet niet waar en hoe. Dus het leek me tof om het dan voor de helft te doen. Maar wordt het dan veel te veel dan een hotelkamer? Zo van, oh hier is wel heel erg over nagedacht. Of misschien moet de ene helft anders. Oké. Jullie kunnen gewoon allemaal, je hoeft niet per se home interior meid of boy te zijn om hier over mee te discussiëren. Hè? Bonkje ideeën. Dit is hoe ik het voor me zie. Maar het lijkt me ook een klein beetje... Nee. Negeren, Nink. Negeren is het beste. Als het mijn neus bereikt, hè, Leslie. Oké, want deze pen... Het gaat niet in je naad, maar die gaat... Die... Ik kan... pijnige pijnpunten vinden ermee. Focus, wat wil je zeggen? Oh ja. Lijkt het nu een klein beetje te veel op een Disneykamer? Zo met die flappy oren aan de zijkant. Zo van home. Bijvoorbeeld, heb je de master suite van Mickey Mouse? Kan ook een beetje die kant op gaan. Dus tot die tijd doe ik dit even weghalen. Ik weet het nog niet. Ik hoor het wel. Laat de creativiteit lekker stromen, mensen. Laat weten wat jullie ervan vinden. Ik hoef niet te overleggen met de rest. Dat interesseert er echt geen ene hol. Hij laat mij compleet helemaal dit maken. Het is mijn eigen ontwerp, by the way, ook. Ik denk dat het heel leuk wordt. Ja, het zal wel moeten, het is al in de maak. Dus er is ook geen weg terug meer.